Twee artiesten. Eén drillmeester en één doel. En dat is het openen van de dikste 1000 stemlijst. Dit is de dikste 1000 race. Daar gaan ze dan. Twee van de dikste artiesten van dit jaar. Jonna Fraser en Seven Alias. Wie als eerste het sportparcours heeft voltooid, mag de stemlijst van de dikste 1000 openen. Jonna en Seven zijn misschien de populairste artiesten van dit moment, maar sportief gezien bakken ze er niet veel van. Hoogste tijd voor een paar push-ups. Seven heeft het duidelijk vaker gedaan en gaat als een speer, maar Jonna... Ga maar op je knieën als een baby, kom. Kom, ga door! Ga kapot! Kom, kom, doorgaan, man! Ja, op je buik liggen, op je buik liggen, op je buik liggen, op je buik liggen. Drillmeester Faya is lekker op dreef. Dat Seven en Jonna het zwaar hebben, daar heeft zij niks mee te maken. Ik heb niks te maken, ik heb niks te maken, ik heb niks te maken met kunst. Ik heb niks te maken, ik heb niks te maken. Je hebt mij! Ik heb mij! Jonna kan niet meer. Gaat hij opgeven en wordt zo de race vroegtijdig beëindigd? Dat je in balans staat. Ja. En dan nu, hoe kan het ook anders, de favoriet van Faya. Squat die billenboys. Jonna maakt een comeback en gaat er weer helemaal voor. Maar even later probeert hij vals te spelen. Don't mess with Faya. 1, 2, 3, 4. Kom op, hou vast. Het einde is in zicht. Seven lijkt ontspannen, maar Jonna trekt het niet meer. Zometeen gaan jullie kikkersprongen erheen. Niet rennen, want dan moet je terug. Mijn benen! En totaal tegen de verwachtingen in pakt Jonna de overwinning. Nou, de stemrondes zijn officieel geopend. En nou ben ik wel benieuwd wat nou jouw top 3 is. Haastal op nummer 1 op dit moment. Junk op nummer 2. En Doordai op nummer 3. Jullie hebben het ontzettend goed gedaan. Ik ben echt trots op jullie, man. Dankjewel. Winnaar Jonna mocht als eerste zijn stem uitbrengen op de Dikste 1000. Maar nu is het aan jou. Ga naar www.funix.nl/dikste1000. Funix.